Hallo en welkom bij Paul's Model Train Stuff. Ik heb hier vandaag mijn blokdetectiesysteem. Ik heb er een paar geprepareerd inmiddels, bijna klaar om in gebruik te nemen. En ik moet beginnen te zeggen met... dit is... als je een blokdetectiesysteem wil, koop er gewoon in de winkel. Dit is duurder, moeilijker... onbetrouwbaarder. Veel meer werk dan gewoon eentje kopen. Ik denk ook niet dat het qua prijs uitkomt. Maar ik vind het heel leuk om dingen zelf te maken. Eerder was er een discussie over dat je dit beter kunt doen over diodes heen. Ja, dat is hoe iedereen het doet. En ik denk ook dat dat echt veel makkelijker is dan wat ik hier heb gedaan. Maar eigenwijs als ik ben ik dit pad op gegaan en ga ik het nu ook gewoon helemaal uitzitten totdat ik uiteindelijk het alles beu ben en er gewoon iets van de plank koop. Dus, als korte intro. Wat heb ik hier nu gebouwd? Ik heb op basis van een achttal spoelen, waar een kabel doorheen loopt, detecteer ik of er... een DCC-signaal loopt vanaf mijn booster, vanaf mijn decoder, of mijn encoder is dat, mijn booster, vanaf mijn voeding in ieder geval, naar de rails en terug. Oftewel of er iets op de baan staat wat stroom gebruikt. In dit geval deze 1823 NS. Even kijken, hier aan de zijkant komt... de stroom binnen vanaf mijn treintafel en eind achter me. Eén gaat rechtstreeks naar de rails toe. De andere gaat... ik heb twee keer grijs gebruikt. Heel handig. Eén keer grijs... nee, dat is de andere grijs. Eén keer grijs gaat via dit... het kroonsteentje het bord in. Die verdeelt het over 8 kanalen via de buitenkant. Gaat dus door 1 van de 8 spoelen heen. Komt hier uit en gaat via dit grijze draadje naar het spoor. En de andere gaat dan weer zo rechtstreeks terug. Dus hiermee kan ik bepalen op welk kanaal er nu een trein of op welk kanaal mijn werkbank aangesloten zit. Dus waar nu een trein staat. Dus kanaal 1, dat geeft hier meteen een signaal. 2, 3, 4, 5... 6, ja, en 7. Oh, en natuurlijk nog 8. Het signaal wat hier doorheen loopt, door deze kabel heen. Deze spoel detecteert dat er stroom loopt hier doorheen. En ik heb er hier nog eentje. Daar wordt met een condensator ervoor gezorgd dat het een beetje van de ruis ontdaan wordt. Dat gaat door een transistor heen en tegelijkertijd loopt er 5 volt door richting die transistor en die lamp. Op het moment dat hier iets, nou moet ik het even goed zeggen, als er geen spanning loopt, dan loopt de stroom rechtstreeks door naar dit detectie die hier in deze pluggen zit. Op het moment dat hier stroom gaat lopen, schakelt deze transistor en gaat de stroom lopen niet meer via de detectielus, maar via het lampje. Gaat het lampje branden, zoals hier. Dat betekent dat als ik het hier uitlees met een Arduino, dat ik dus zie dat een signaal hoog is op het moment dat er niks staat. En als er iets staat, dan loopt de stroom via het lampje, dan wordt het signaal laag. Precies omgekeerd als wat je zou verwachten. Wat ik verder dus nog doe is, hier is een chip waarmee ik kan schakelen naar welk van de spoelen of naar welk van het lampje ik wil luisteren. Er zit een kabel die zegt schakel het hele bord uit of zet het bord aan. Er zit er nog er zit er nog eentje die het uitleest. Zo is het. En deze andere twee, dit is eigenlijk de laatste. Hier zit maar één plug aan, de andere twee. Die hebben hier, even dit eraf. We hebben hier een doorlusmogelijkheid die ik erop heb gezet. Betekent dat ik dus kan zeggen
Terwijl ik wil spoel 1 uitlezen. Dan is, eventjes zo, dat is deze spoel. Deze spoel en deze spoel. En daarna zeg ik, maar ik wil het alleen maar van bord 1 lezen. Dan krijg ik als het goed is dit signaal. Daarna wil ik van bord 2 lezen. Dan krijg ik hier het signaal van. Dan van bord 3 krijg ik daar het signaal van. Dat is een beetje het idee. Echt, koop gewoon een blokdetectie met een protocol wat je kunt gebruiken. En dat is veel eenvoudiger dan dit allemaal zelf doen. Maar ik vind dus dit ontzettend leuk om helemaal uitgezocht te hebben en om het zelf te bouwen. Het probleem wat ik zie is dat er heel veel ruis zit. Je ziet hier dit lampje knipperen. Dat klopt dan niet. Dat is omdat de Arduino zorgt voor ruis hier. Dat zorgt weer ervoor dat het uitlezen niet altijd klopt. Ik hoop dat nog uit te gaan krijgen. Daarna moet ik alles nog aan gaan sluiten op de Arduino die ik gebruik voor de baanaansturing zelf. Zodat ik daar sensoren kan definiëren die ik in JMRI kan uitlezen. Maar het feit dat al het soldeerwerk gedaan is, dat is al een flinke meevaller. Want daar ben ik lang mee bezig geweest. Het is niet eenvoudig om deze in elkaar te zetten. Ik ga ze nu allemaal doortesten. En als ze doorgetest zijn, nog wat programmeren en wat op gaan hangen. En dat zal een volgende aflevering worden. Ofwel, deze is lekker kort. Ik zou zeggen, bedankt voor het kijken. Volgende keer hoop ik weer iets te laten zien met een rijdende trein. Is misschien wel weer een keer leuk. Hoewel de bovenkant van mijn baan er nog niet op ligt. Maar in ieder geval bedankt voor het kijken. Like, subscribe en tot een volgende keer.